We zijn nog net op tijd voor de bloembollen. Tot half december kunnen ze de grond in. Ideale temperatuur om te planten is als het overdag onder de 10 graden is, maar nog geen strenge vorst. Nederland is topleverancier van bloembollen. 6 van de 10 bollen over de hele wereld komen van Nederlandse bodem. Klinkt goed. Maar de bloembol is ook topgebruiker van bestrijdingsmiddelen. Gemiddeld gebruiken landbouwers ruim 7 kilo bestrijdingsmiddel per hectare. Bollenboeren gebruiken bijna 55 kilo per hectare. Dat is bijna 8 keer zoveel. Bollen krijgen 2 keer een volle lading gif. Eerst als de bollen op het veld staan om onkruid te verwijderen en ziekte te voorkomen. En als de bollen in de schuur liggen na de oogst, wordt er opnieuw gespoten, zodat ze niet gaan rotten. Deze bestrijdingsmiddelen komen in het oppervlaktewater en in de lucht tijdens het spuiten. In sommige delen van Nederland komt de kwaliteit van het drinkwater hierdoor in gevaar. En dat is waarschijnlijk heel ongezond. Het RIVM doet daar nu groot onderzoek naar. Gelukkig zijn er ook groene bloembollen te koop. Die kun je herkennen aan het eco-keurmerk. Deze biologische bloembollen worden niet bespoten en de grond krijgt geen kunstmest. Je vindt ze vooral in webshops en ook de bekende tuincentra verkopen biologische bloembollen. Ze zijn vaak wel veel duurder dan de vieze variant. Dan maar geen bloembollen? Nee, dat zou jammer zijn, want bloembollen bloeien als eerste in de lente en zijn goed voor bijen en hommels. Die hebben vroeg in het jaar vast wat te eten als de rest van de tuin nog in bloei moet komen. Dus toch maar genieten van de bloemetjes en de bijtjes.